Hallo best van NL Allianz, ben ik welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. Vorige keer, ik zal mijn microfoon even dichtbij zetten, kwamen we bij deze, bij het vak als ik even naar boven mag springen hier zo. Daar, bij dit grote ding aan. Dit grote beestending. En dan gaan we verder. Ik heb dit stuk al even geprobeerd op te nemen. Ik ging de hele tijd dood op hetzelfde teringstukje, dus ik denk ik begin maar eventjes overnieuw, want zo gaat ook niet lukken. Ik zal je straks laten zien waar ik deed vast liep, want het is echt zo'n stukje waarbij je precies moet springen. Oké, dat ging bijna. Op een heel klein stukje. En dat kan Rickert hier zo niet. For some reason. Gaan erachteraan. Hoppa. Zo. Dit stukje hier zo, we krijgen een nieuwe souling. Of een nieuwe soul energy cell. En dan een stukje aan de andere kant. Daar ging het de hele tijd dood. Want daar zitten een paar van die fucking irritante beesten. Nou, eigenlijk niet echt per se heel irritant, maar. Er zit daar een beest en op die palen. Kom hier. Nieuw. Op die palen zitten dus ook allemaal van die irritante dingen. En daar moet ik op landen en dat mis ik de hele tijd. Ik ga hier in ieder geval eventjes een soling creëren. Want ik weet dat ik hier straks vol op mijn bek ga aan. Dat wil ik niet. Dus ik ga ondertussen ook even kijken wat ik allemaal kan upgraden. Increase the strength of spirit flame. En ik denk dat die wel handig is. Laten we die doen. Dus even mijn spirit flame een stukje sterker. Hier moet ik even een paar keer uitkijken. Hoi. Hallo, hoor. Hoi. Kijk, dit doe ik dus de hele tijd. Nee, ik ga dood. Gelukkig heb ik hier nu wel een soul link gecreëerd. Want anders moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Maar dit gebeurt dus wel vaker. En dan vergeet je er weer eentje en dan spring je er bovenop, weet je wel, zoiets. En we zijn aangekomen aan de overkant. Halle fucking luja, we moeten daar naartoe. Want we moeten naar een andere boom toe. Zo. Hoppa. Zit hierin? Oh, dan ga ik de lucht in. Yay. Zo. Ik neem normaal gesproken voor afleveringen een onderwerpje mee, want ik heb zoiets van, dat maakt de video wat interessanter om te kijken. Voor vandaag, oké, ik kan hier volgens mij niet heen. Ah! Kut. Volgens mij zit ik verkeerd. Volgens mij moet ik ergens anders naartoe. Volgens mij moet ik naar, ik ga even terug, ik heb een ideetje, wacht even. Oh joh, jongens, ik ben er wel. Laat maar. Je moet daar al springen en dan vervolgens hier al springen. Dat lukt wel. Maar in ieder geval. Wat ik wil zeggen. Normaal gesproken neem ik voor dit soort video's een onderwerp mee. Want ik praat graag over dingen. Terwijl dat maakt de video toch wat makkelijker te kijken. En normaal. Auw. Vandaag had ik zo'n degelijk onderwerp niet. Dus ik ging gewoon lekker op Google even kijken van wat voor onderwerp ik zou aan kunnen snijden. En ik googelde gewoon waarom is. En toen kwam ik op het onderwerp. Waarom is de zee blauw? Dat ik best wel interessant van. Want ik denk zelf normaal gesproken niet zo bij na van waarom is de zee blauw. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon zo. Fuck, zit er weer voor een schade ding. Oké. Hij barft. Hier vangen. En nog zo'n ding. Wacht even. Een map. Daar heb ik geen van. Shit. Moet ik dit doen? Oi. Dan moet er dan naar boven komen, maar dat kan ik dus niet. Ik had ook. Dat toe, maar het mag niet. Die game laat mij niet toe. Weg. Weg. Zo. Dus daarom heb ik vandaag het onderwerp. Waarom is de zee blauw? Enrique leest zichzelf altijd heel goed in dingen, maar is geen scheikundige. Dus als je dingen toe te voegen hebt, of dingen die niet kloppen hebt, dan wil je het even zeggen, want dan, ik ben ook geïnteresseerd in dit soort onderwerpen.
van die feitjes, weet je wel, waarom is, waarom dit, waarom dat. Vind ik leuk. Als ik iets fout zeg, zeg het dan even tegen mij in de comments. Volgens mij heb ik daar mijn stone of mijn map fragment die ik moet hebben. Oh, hola, ai. Hoi. Ik zei met een perfect getimede jump. Nu moeten we allemaal kak. Oh, ik had hem wel. Oké, ik wil die hebben, want daar zit fucking veel XP in. Hoi. Die boy is er. Nieuw. Dankjewel. Is hier nog iets anders te vinden? Daarboven ligt nog iets. Ik heb nog steeds. Zijn dat van die large energy containers volgens mij? Auw. Auw. Oké, ik blijf nog. Cool. Ik wil daar naartoe. Hier zal ongetwijfeld toch wel wat leren, denk ik. Pew. Pew. Ik neem een schiet. Cool. Oh shit, fire slug. Oké. Okay. Auw. Oh, die dingen die branden. Fuck. Oké, ik heb nog maar één leven. Oh, fuck. Ik ga even een soul link creëren, want anders ga ik je straks dood. En dat wil ik niet. Zo. Geef me een momentje. Ik ga zo wel even vertellen over datgene wat ik wou gaan vertellen. Maar ik heb even struggles. Zo. Down. Ah, wow. Dat was ook wel fucking close. Dat ding is fucking quick, jongen. Oh, en die wil ik eigenlijk ook wel hebben. Waar de fuck zit ik nou weer? Ik ga helemaal naar de verkeerde kant, volgens mij. Kan ik uitzoomen? Ja, ik ga helemaal naar... Oh nee, ik zit nog steeds in Hollow Grove. What the fuck? Waar zit ik hier aan een klein beetje verkeerd? Auw! Ik weet al wat ik moet doen. Ik ga hier doorheen laten beuken. Dan moet ik wel even de game over dat stukje resetten, dus... Weet je dat ding weer? Ja. Oké, kijk. Life container. Die zijn altijd welkom. Dan heb ik iets meer HP, wat ook altijd praktisch is. In deze situaties. Ja, ik wil dus gaan vertellen over waarom de zee, blauw is. Ik moet daar ook nog naartoe. Fuck, er zijn zoveel plekken waar ik naartoe moet. Ah! De zee is een zee, wist je dat? Dat was niet de bedoeling. Maar de zee... Holy fuck. Ik denk dat je... Ik wil hem juist daar wel in laten leiden. Maar daar kom ik niet echt, denk ik. Oh, daar kan ik ook gewoon niet doorheen. Fuck! Oké. Holy shit, hij gaat gewoon achter me aan, joh. Gek, dat had ik niet verwacht. Auw. Oké. Je boy leeft nog. What the fuck is that? Holy shit! Oké. Die ken ik niet, dat vind ik niet eerlijk. Dat is misschien toch wel goed dat ik een zonnetje heb gemaakt. Auw. Ik werd aangereden. Holy shit, die dingen doen damage. Oké, auw, dat doet ook damage. Ik kon niet echt aan mijn onderwerp toe als ik het zo door had, maar oké. Ah, dat is gaas, ik weet. Holy fuck, dat ding ligt er weer. Kut! Ligt hij er weer? Ja. Kom maar door. Tja. What the fuck is dit? Holy shit. Holy fuck, what the fuck is dat ding? Oi. Je boy leeft. Oh, er komt weer zo'n ding. Oké. Wat gaan doen? We gaan dit gewoon eens even naartoe. Wat is dit? Dat was niet de bedoeling, ik wil deze doen. Daar kom ik niet doorheen. Kut. Holy fuck, wat gebeurt er daar? Oi! Hey, ik heb dat ding kapot gemaakt. Laten we hier wel even zo'n linkje eten, want volgens mij is dat best wel moeilijk.
Nee, ze kan je niet zijn. Klutbal, wat de fuck is dit? Wat ik naartoe? Oké, nee dus. Dan verbrand ik gewoon ter plekke. Leuk. Moet dat ding niet hierop schieten? Ik spring gewoon weer zelf dood. Goed, goed idee, Erik. Nee, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik weet niet waar de fuck ik beland ben, maar volgens mij is het niet de goede plek. We gaan in ieder geval deze kant weer op. Ik wil mijn verhaal nog een keer proberen. Zo'n ding moet even spannen. Dat is goed, ik kan weer de tering in. Oké, okay, nice. Laat maar zitten, we gaan deze kant wel gewoon op. Alhoewel, ik wil eigenlijk deze ook wel hebben. Ik wil dit wel open hebben als het kan. Nou ja, het zal wel. We gaan gewoon deze kant op. Zo, die is dood. Ja, ik heb dus echt even in de war waar ik heen moet. Volgens mij moet ik gewoon die kant op. Het is een heel lastig spelletje soms. Maar ik wil net even, ik kom net even niet aan mijn verhaal toe, goddammit. Mijn verhaal. Ga nou eens terug, man. De zee, waarom is de zee blauw? Ik ga het nou echt nog een keer proberen. Want het is wel echt heel lastig om een verhaal te tellen. Op het moment dat je zeg maar fucking druk bezig bent met combat. Oh, we kunnen hier naar beneden, dat was het. Laten we dat doen. Een map fragment. Yeah, die hadden we nodig. Oeh. Die wil ik. Hoe kom ik daar? Dan moet ik waarschijnlijk via die kant. Oké, ja, daar kom ik dus echt niet. Oh, ik zit hier weer. Oké. Okay. De zee is blauw. Omdat het heeft iets te maken met licht. Mensen weten dat wij vatten kleur op, omdat, of door middel van licht. Dus al het licht dat terugketst uit het water, dat is het licht wat wij zien. Nice. Wat de fuck gebeurt er nu? Oh shit. Oké. Okay. Juist. Ja, oké. Okay. En nu? Hoe de fuck kom ik daar? Maar in ieder geval, het water neemt bepaalde lichtstralen op en reflecteert ze niet. Al het rode licht wordt opgenomen door dingen zoals plankton en slip. Dat wordt opgenomen door. Door dat soort dingen. En. Fucking spinners. Ik denk dat laten we deze spinnen. Die nemen dat soort licht op. Dus daarom. Omdat rood licht opgenomen wordt. Blijft er niks anders dan blauw licht achter. En. Dat licht. Dat wordt dan weer gereflecteerd. Dus. Daarom ziet de zee er blauw uit. Dat betekent dat ik nu als het goed is, zo slecht voor half kan doen inderdaad. Daarom wordt dus dat licht gereflecteerd en niet andere kleuren licht. Maar je zou, dat denk je bij jezelf misschien. Maar Enriek, hoe zit dat dan in de Noordzee? Want de Noordzee is troebel. Op nog een plekken. Ja, dat vraag je je dan af. Nou, daar zitten heel veel algen. En algen nemen dan weer ander licht op. Dus daardoor blijft er geel en groen, of een gelige en groenige kleur achter. Hoe kom ik hier voorbij?
Ik kom er niet. Oh, wacht. Dit is een steen. Oh shit. Ik moet hier op een of andere manier overheen komen. Auw. Auw. Oef. Hoe de fuck kom ik hier nou weer? Holy shit. Oké, toen killde ik mezelf weer. Dus ja. Groen en. Of groen en geel. Komt het doordat algen het blauwe licht opnemen. Dat. Tenminste, dat denk ik. Aan de andere kant zou natuurlijk ook gewoon komen dat algen en zand, opzuivend zand. Gewoon. Ik zou hier een damage punt moeten nemen, denk ik, maar het is wel waard. Is het vast of niet? Game, smack me uit deze. Oh, kijk. Hey, Dampie. Het zou natuurlijk ook gewoon komen dat, dat zand troebel maakt. Oh, waar ben ik aangekomen, by the way? Oh, bijna. We zijn er bijna. We zijn er bijna aangekomen. Maar dat het natuurlijk zand heel veel opstuift. Het zou waarschijnlijk ook gewoon omdat zand geel of groen of bruine kleur heeft. Een beetje. Whatever, zoiets. Maar. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe het zit met licht voor de rest. Maar het lijkt mij logisch dat dat dan, zeg maar, dat licht opneemt. Maar in ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Lijkt op een reageer en dat moet je vinden op je volgende keer. We zien bij een nieuwe aflevering van Orion the Blood Forest, waarin we de nieuwe boom gaan ontdekken. Zie!